Ja, hier midden in de... Ja, ja, kijk maar. Ja, in de Dolomieten. Vrienden, daar zit ik dus na te denken over die peilingen. Hebben jullie die gezien? Die laatste peilingen. Ja, en iedereen die zei van mij en die zijn enorm verbaasd gewoon over die peilingen. Die zeggen van jou, Arie, hoe kan dat nou? Hoe kan nou de VVD 28 zetels krijgen? Hebben die mensen dan niet gezien wat er de afgelopen jaar, anderhalf, twee jaar is gebeurd? En wat ze allemaal hebben gedaan daar met Groningen en asiel en hoe heet het, toeslagenaffaire. Hebben die mensen dat allemaal gemist? Weet ik veel. Ik weet ook niet hoe dat zit, vrienden. Ja, mensen, ik heb het al eerder gezegd, mensen vergeten snel. Ja, en dan... Ja, GroenLinks en Partij van de Arbeid, ja, met die Timmermans, ja. Met de goeroe, met de groengoeroe. 27 zetels, jongens. En ik heb al gewaarschuwd, kijk uit, dat is een gevaar. Ja, en dan zeg ik, ik blijf het herhalen. Ja, strategisch stemmen, maar het probleem is met de meeste mensen, ja, die zeggen dan, ja, maar... Ik stem altijd PVV. Of ik stem altijd dat en dat. Of ik... Ja, en die zijn dan trouw aan hun club. Dat zie je dus ook weer bij die VVD en alles. Mensen zijn heel trouw vaak aan wat ze altijd gestemd hebben. En dan... En daar zit het probleem met mijn strategische plan. Om gewoon op één partij te stemmen. Want op links hebben ze zich verzameld. Maar op rechts niet. En dat is het punt. Ja, dus zeggen mensen tegen mij, Arie, alsjeblieft. Moet je nagaan wat ik allemaal in de Dolomieten mee bezig ben. Mensen zeggen tegen mij, alsjeblieft, Arie. Oh, laat die Omzicht nou meedoen. Zeg tegen Omzicht, en schrijven ze aan mij. Zeg alsjeblieft, smeek die Omzicht dat die alsjeblieft meedoet. Want die mensen zien ook al die berichten op tv. Ja, van Omzicht twijfelt. Omzicht is fysiek niet sterk genoeg. Krijgt Omzicht het wel voor elkaar? Ja, weet je wel. En die mensen zeggen tegen mij, zeg tegen Omzicht dat hij het doet. Dus ik zeg tegen Omzicht nu, namens heel veel volgers van mij. Ja, zij voelen gewoon dat jij... Ja, de redder bent van Nederland. Dus Pieter Omzicht. Hey, doe mee!